Zoals de eerste dag van de avondvierdaagse, zulk mooi weer was het natuurlijk niet. Maar de andere dagen was overdag de regenbuien. En 's avonds als de vierdaagse was, was het weer droog. Zo ook bij de intocht. Zodat iedereen met een vrolijk en happy gezicht de eindstreep kon halen. Het was dit jaar extra feestelijk omdat dit de 70ste avondvierdaagse was. En georganiseerd door de wandelsportvereniging Schursbury mocht hij natuurlijk de spits afbijten. En ook verzorgingstehuis Zuidvenen was van de partij met de rolstoelers. En dat was natuurlijk een hele prestatie voor degene die de rolstoelers moesten duwen. Goedenavond, mag je wel varen? Ja hoor. Hoe lang loop je al die vierdaagse mee? Dit is mijn tweede keer. Tweede keer? Ja. Oké, heb je mijn medaille gehaald? Nee, ik niet. Mijn dochter wel. Oké, en welke school zijn jullie? Wat zegt u? Welke school zijn jullie? De Bommert. Oké, heel veel plezier vanavond nog. Dank u wel. En dan nog eventjes de laatste versierselen aanreiken. En dan op naar het eindpunt en de beker. Oh!
Maar jongens, wel even een beetje tempo erin, want die duurt te lang, want dan vallen de grote gaten. Ja, dat geldt ook voor jullie hoor. Tempo! Hallo, mag ik iets vragen? Je hebt zo'n mooie medaille om. Ja? Heb je die al gewonnen vandaag? Die heb ik verdiend met lopen. Oké. Van welke school zijn jullie? Wij zijn van de IJssel. Van de IJssel, oké. Voor hoeveel jaar loop je allemaal mee met de school dan? Ik loop voor het tweede jaar mee. Oké. Nou, heel veel plezier vandaag nog, hè? Ja, dankjewel. Oké. Zeg schat, staat het bier al koud? Ik ben bijna thuis hoor. Wat zeg je? Moet ik het nog zelf halen? Ja, nee, nou wordt die mooi. Ah, we lopen al behoorlijk uit, dus even doorlopen jongens.
elkaar een geweldige prestatie geleverd op deze 70ste avondvierdaagse. De 70ste alweer. En dat is een applausje waard voor jullie allemaal. En ik wil...